Yes, Mitchell Dikke hier. Ik coach mannen naar een lichaam van minder vetmassa en meer spiermassa. En vandaag heb ik een 5-stappenplan voor je waarmee jij je benchpress zo goed mogelijk kan uitvoeren. Zo zwaar mogelijk kan uitvoeren, zodat jij zo snel mogelijk meer spiermassa in de borstspieren krijgt. De eerste stap die we gaan doorlopen is de positie die je gaat aannemen. Als je gaat bankdrukken is het belangrijk dat je begint met de ogen recht onder de stang. Op het moment dat je de oefening doet, maak de stang nooit een rechte beweging omhoog en omlaag. We gaan hem zo meteen laten zakken naar het borstbeen, maar op het moment dat je hem omhoog duwt, eindigt hij wat meer weer boven je ogen. Hij maakt dus eigenlijk een soort curve in plaats van een rechte lijn. Maar goed, eerste stap, met je ogen onder de stang gaan liggen. Ten tweede, hoe breed moet je de stang pakken? Als we een klein beetje inzoomen, dan zie je dat je hier aan de binnenkant van de stang twee lijnen hebt waar het geribbelde deel eigenlijk begint. Wat ik zelf altijd doe, is ik leg mijn duim op waar de lijn begint, om te weten hoe breed ik hem moet vastpakken. Dit is bij heel veel mensen ongeveer hetzelfde en vaak eindig je met je pink bij deze eerste lijn die hier gemarkeerd staat. Dus dan weet je hoe breed je deze moet pakken. Vervolgens gaan we zorgen dat we ons schrap zetten. Je voeten die ga je de grond intrekken en je gaat je billen aanspannen. En je gaat je rug een klein beetje hol maken om ervoor te zorgen dat je wat meer de onderkant, de onderste vezels van je borstspieren kan gebruiken bij het wegduwen. En op deze manier kan je meer kracht zetten. Hier vanuit kan je meer kracht zetten dan wanneer je omhoog zou duwen. Wanneer je de bovenste vezels gebruikt. Dus ik maak mijn rug iets hol. Ik trek mijn voeten naar achter. Ik span mijn billen aan om ervoor te zorgen dat ik in een goede positie kom. Ten slotte zorg ik ervoor dat ik mijn schouderbladen goed naar achter trek. En naar beneden hou, zodat ook alles vanuit mijn rug, vanaf mijn bovenlichaam goed gestabiliseerd is. Dus duim op de lijn, voeten zijn in de grond, billen zijn aangespannen. Ik breng hem eruit. Schouderbladen naar achter. Dan is het rustig laten zakken. En weg. Up. En nog één. Op. Zorg ervoor dat je altijd wanneer je de benchpress doet, deze stappen doorloopt. Zorg dat je hem goed gecontroleerd kan uitvoeren. Dat je goed stabiel ligt. En dat je vanuit je billen en buikspieren goed kracht kan zetten. Je core is hierbij super belangrijk. Zodat jij voldoende gewicht omhoog kan tillen. Zo ga je sneller groeien. En zo ga je sneller bij je einddoelstelling komen. Als je eens een keertje met mij erover zou willen hebben wat jij kan doen, welke specifieke tips jij kan gebruiken om ervoor te zorgen dat je sneller je droomlichaam en ideale fitheid gaat bereiken, stuur me dan eens een persoonlijk berichtje, dan kunnen wij het erover hebben. Geniet van je dag!